ik heb er moeite mee om mensen te vertrouwen. En dan heb ik eindelijk een vertrouwen in iemand en dan zou diegene weg moeten. Dat is eigenlijk iets wat je niet zou mogen doen in een, ja, bij een kind wat al 8 jaar in de weer gesleept is. Rachelle en Magda wonen met 7 anderen in deze behandelgroep van Entrea. Hier wonen jongeren om aan hun problemen te werken, zodat ze daarna bijvoorbeeld zelfstandig kunnen gaan wonen of terug naar hun ouders kunnen gaan. Hoe moet deze worst in hemelsnaam gebakken worden? Alle jongeren hebben hun eigen verhaal. Zo zit Rachelle nu op het CIOS in Arnhem en doet ze een militaire opleiding. Ze werd op haar 8e samen met haar zusje uit huis geplaatst toen haar vader in de gevangenis kwam en haar moeder instortte. En toen zijn wij weggehaald. Toen zijn we als eerste gegaan naar een crisisopvang in Nijmegen. Daarna naar een pleeggezin. Dat pleeggezin dat werkte heel goed voor mijn zusje, maar niet voor mij. Nu, 8 jaar later, heeft ze bijna 11 jaar van thuis gewisseld. In die tijd heeft ze mooie, maar ook wat minder mooie herinneringen gespaard. Nu woont ze in Nijmegen, maar liever zou ze in Brabant wonen, dicht bij haar vriendje. Maar dat kan niet, omdat ze onder de Gelderse jeugdzorg valt. Nu is ze bang dat ze de rest van haar minderjarige leven in Nijmegen vastzit. My face above the water. My feet can't touch the ground. Touch the ground and it feels nice. Maar stel dat ik in Gelderland mocht wonen waar ik zou willen, dan zou ik zeg maar tegen de grens van Den Bosch gaan zitten. Dan zit ik in Zaltbommel, dat ligt heel dichtbij. Maar als ik dan vastzit per gemeente, dan mag ik heel Nijmegen niet meer uit. En dat, daar ben ik echt wel bang voor. Magda en Rachelle zitten in de jongerenraad. Ze praten namens alle jongeren met de directie van Entrea. Maar geven in de week van de jeugdzorg ook voorlichting op scholen en aan beleidsmakers. Ze uiten daar hun zorgen. En die delen ze ook met de begeleider van de jongerenraad. De grootste zorg is de onzekerheid. Jongeren weten niet, woon ik 1 januari nog op deze groep of moet ik verhuizen? Wie is mijn mentor? Ze weten het gewoon niet. Daarna zijn er ook heel veel ambulante jongeren die begeleid worden, gezinnen die begeleid worden door ambulant hulpverleners. En die weten ook niet van, heb ik dan mijn hulpverlener nog? Of is er een andere? Gaat het allemaal door? Het is zo'n kort dag en er is zoveel onzekerheid. Dat is een grote angst. Ze zijn ook boos op de politiek. Die blijft volhouden dat er weinig verandert voor hen. Echt niet waar. Het klopt wel dat de jongeren die zorg krijgen, die behouden zorg. Die behouden waarschijnlijk ook dezelfde zorg. Maar de zorg kan niet door dezelfde personen gegeven worden. Of met dezelfde hoeveelheid. Dat is dan automatisch heel anders. Dus het heeft heel veel effect. Ja, zo is goed kunnen wisselen van pap is veranderd. Oh. Maakt u zich zorgen over de toekomst? Ja. Ik denk om meerdere redenen van de zorgen voor de jongeren. Van hoe gaat dat volgend jaar verder? En gaan ze weer niet stapjes terug? Zeker voor de jongeren waar er dus veel voor verandert. En ja, daarnaast ook wij zelf. Het is ook voor mij spannend. Van mag ik blijven of hoor ik bij een van die 100 die weg moeten? We weten het gewoon nog niet. 2 jonge mensen met grote zorgen. Zorgen die gedeeld worden door veel van hun lotgenoten. Maar ook 2 jonge meiden met toekomstdromen. Een goede baan en alles gewoon op een rijtje hebben. Financieel en ook een relatie hebben. Ik wil ook later ongeveer 1 of 2 kindjes. Dus ja, zo zie ik het een beetje voor me. Ik hoop hier zo snel mogelijk uit te komen. En dan, ja, ik wil de voogdij over mijn zusje hebben. Want ik vind dat zij echt iemand verdient die wel ondergeeft en die wel het goede met haar bedoelt. En ja, dan hoop ik huisje, boompje, beestje, gezellig met mijn vriend in een huisje. Goede carrière. Goede baan bij Defensie dan waarschijnlijk. Loop ik daar als militair rond in Afghanistan. Gezellig, hopen dat dat goed gaat. Ja, en uiteindelijk ook kinderen. En dan weet ik zeker het slechte voorbeeld.